We zijn er trots op dat we voor zijn op schema met betrekking tot het afdrukken, verpakken en distribueren van de basiszorgvoorzieningskaarten. Dit zegt Marta Kappel, projectleider basiszorgvoorziening van het Staatsziekenfonds. Kappel geeft aan dat ervoor gekozen is om de kaarten eerst in de districten te distribueren. Intussen zijn er reeds 5 districten afgewerkt. Het printen van de kaarten waren we 1 week voor op schema. Bij het verpakken van de kaarten waren we 2 weken voor op schema. En nu zijn we bezig met de distributie. En de distributie verloopt op dit moment geheel volgens schema. We hebben ondertussen 5 districten afgewerkt. En vanaf morgen starten we in Para. En voor Para hebben we uitgetrokken tot en met volgende week woensdag, omdat dinsdag ook een vrije dag is. En de wijze van aanpak is tot nu toe geweest dat we altijd proberen een terugkomdag te hebben. Als we ergens al zijn geweest voor diegenen die niet in staat geweest zijn om vanwege omstandigheden om een kaart af te halen. Volgens Kappel gaat het om 130.000 basiszorgvoorzieningskaarten. De distributie geschiet in samenwerking met de diverse districtscommissarissen. Er wordt gebruik gemaakt van kantoren, scholen en waar nodig worden er ook tenten opgezet. Voor wat het diepe binnenland betreft is nauw samengewerkt met de Mediceps. Het SZF streeft ernaar om eind september alle kaarten te hebben verstrekt. Kappel doet een beroep op de gebruikers van de basiszorgvoorziening zuinig om te gaan met hun kaarten. We kunnen constateren dat er nu al, ondanks het feit dat we pas kaarten verstrekken, mensen komen om een duplicaatkaart aan te vragen. En dat vinden we wel een kwalijke zaak, omdat je moet beseffen dat je rechten hebt, maar ook plichten. En een van je plichten is zuinig omgaan met die kaart. En we kunnen niet aan de gang blijven om duplicaatkaarten te maken. Ook vanwege het feit dat een duplicaatkaart maken is. De kaarten hebben geen foto. Je moet ook voorkomen dat er misbruik van de kaart wordt gemaakt. Dus ik wil de mensen vragen, een dringend beroep op ze doen, om zuinig om te gaan met de kaart. Het is een dure tijd vandaag aan de dag. En neem dat wat je krijgt toch wel ter harte en ga er zuinig mee om. Het is niet zomaar een kaart. Het is een kaart die je nodig hebt om te kunnen gebruiken indien je het nodig mocht hebben op een gegeven moment. De distributie van de basiszorgvoorzieningskaarten begint morgen in het district Para. Daarna komen Vanica en Paramaribo aan de beurt.